Groene leem is in eerste instantie niets anders dan een groenkleurige vochtige vorm van aarde, die vroeger wordt gebruikt om potten mee te bakken. Leem is er niet alleen in een groene kleur, er bestaan ook grijze, bruine en witte leem. Elke vorm van leem heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Groene leem is een materiaal die erg veel vitamine, mineralen en sporen bevat. Vroeger werd het zelfs gebruikt als wondbehandeling. Het gebruik van groene leem is eigenlijk niets nieuws, maar de toepassing van groene leem bij eczeem is wel relatief nieuw. Groene leem heeft van nature een helende en reinigende werking op het lichaam. Eczeem kan worden geprikkeld door toxinen in het lichaam. Deze kunnen mede dankzij groene leem worden afgevoerd. De beschadigde huid door eczeem kan tevens behandeld worden door groene leem. De vele vitamine en mineralen hebben een helende werking, dus de huid zal daardoor ook sneller herstellen. Een aantal andere voordelen van groene leem onder elkaar. Het ruimt gifstoffen op in het lichaam, kan zorgen voor een lage bloeddruk, zorgt voor een betere darmwerking, heeft de eigenschap om voor een betere nachtrust, gaat bloeduitstortingen tegen, heeft een ontspannende werking, heeft een goede reinigende werking op wonden, je kan er je littekens mee verzorgen, het stimuleert je immuunsysteem en kan tevens als zeep worden gebruikt. Daarnaast zijn er nog heel veel andere goede voordelen van groene leem. Voor meer informatie over groene leem, lees dan het gehele artikel door op de blog.